Een echte topper dus in Ruinen vanmiddag. De nummer 4 ontvangt de nummer 2. En daar is best wel wat publiek op afgekomen, ondanks het slechte weer. Eerste kans in de wedstrijd is voor de thuisploeg, voor Ruinen. De bal komt hier voor de voeten van Wilco Bult. Wart van Holstein, Benk Redding en de rebound van Sander te Meer gaat er ook niet in. Maar het begin is duidelijk voor Ruinen. Het begint goed. En hier is de tweede kans van de wedstrijd in de maak. En die is weer voor Ruinen. Weer een goede bal op Termeer, Termeer. En weer prima gekiept door Van Holstein. Het blijft 0-0. En na een minuut of 20 meldt eindelijk Wakker zich in de wedstrijd. De bal naar de buitenkant toe, naar Koen van Luin. Van Luin met de voorzet. En dan legt doelman Jarno de Van Belkum de bal pan klaar voor Joris Brouwer. En hij kent geen genade. Wakker leidt 0-1. Uiterst effectief. Eerste kans in de wedstrijd is direct raak. Wel goed binnengeschoten. Ja, Van Belkum, hij baalt. Had er misschien meer mee kunnen, misschien wel moeten doen. En dan voor rust nog één kans voor de gasten. Matig uitverdedigen. En dan is dit weer Van Luin. Van Luin wordt goed verdedigd. De bal voor de voeten van Milan Hogenes. Maar geen probleem dit keer voor Van Belkum. Ruststand in Ruinen. 0-1. Tweede helft. Die begint uitstekend voor de thuisclub. Amper een minuut gevoetbald. En direct zoekt de thuisclub weer de aanval. Geduldig gaat Ruinen op zoek naar het gaatje in de verdediging van Wakker. En als die niet in één keer kan worden gevonden, ja, dan blijft de ploeg het proberen. Wakker kan niet uitverdedigen. En dan komt de bal uiteindelijk hier op het hoofd van Antal Horlings. En het staat zomaar gelijk. In de 47e minuut komt Ruinen naar Wakker. 1-1. Voorzet is lang onderweg. Ja, Van Holstein had die bal misschien wel moeten pakken. Hoe dan ook, Horlings scoort. En Wakker verliest zowel heel snel de voorsprong in die tweede helft. En Ruinen ruikt bloed. Blijft de aanval zoeken en hier een redding met moeite door Wart van Holstein. Maar de doelman brengt wel redding. Het blijft 1-1. Dit is een belangrijk moment. Goede dieptepaas en daar komt Van Holstein te laat. Legt de tegenstander onderuit. Ja, dan kan de scheidsrechter maar één ding beslissen. Hij denkt er even over na, maar een rode kaart. Ja, het is niet anders. Wart van Holstein gaat met rood naar de kant. Dus even kijken. Ja, hij is te laat. En raakt zijn tegenstander vol op de enkel. Een terechte rode kaart. En ja, geen reservedoelman. En dan moet er een ander in doel. En dat wordt Koen Dekker. En Dekker weet zich in die beginfase direct te onderscheiden. Tweede bal! Ruinen weer op zoek naar de voorsprong. Dit is een goede redding van Dekker. Maar de bal gaat niet achter en hier is die kansloos. En eigenlijk uit het niets wordt het 2-1. Het is Arnold Emmink die de bal het laatste setje geeft. Een uitstekende redding van Dekker. Maar hier kan de doelman niets aan doen. En Ruinen leidt. Gezien het spelbeeld wel verdiend. Maar hij baalt natuurlijk. Ja, die eerste goede redding van hem. En Ruinen is sterker. Zeker met een man meer. Aardige aanval. En hij is zeker niet bang. Dekker brengt uitstekend redding. Ik zal hem toch eens vragen of hij wel vaker heeft gekiept. Prima redding van de doelman dus. En dan eindelijk in de laatste 10 minuten meldt Wakker zich weer. Is dit dan de gelijkmaker? Nee, het is weer de maker van de 0-1, Joris Brouwer. En dan ziet hij dat dit keer Van Belkum uitstekend redding brengt. Slotfase van de wedstrijd, nog één keer Ruinen. Weer een aardige aanval. En daar is hij weer. Weer is het Dekker die redding brengt. Hij verliest wel met 2-1. Maar dus nog even die ene vraag. Koen, je hebt vast wel vaker gekiept. Nee, dit is de eerste keer. Ga weg joh, je stond hartstikke goed te keepen. Ja, het zit in het bloed waarschijnlijk. Want? Mijn broer is eerder al keeper geweest bij het eerste hier bij Wakker. Het zit gewoon in de genen. Ja, dat denk ik dan. Ja, het is de eerste keer, ja.
Ja, bij de goal, de 2-1, ja, had je hem bijna. Tenminste, de eerste bal had je. Daarna was je kansloos, hè? Ja, daarna was ik kansloos. Ik had verwacht dat hij nog over de achterlijn ging. Maar dat ging hij niet. Maar daarna was ik wel kansloos, ja. Ja, dat zat er goed in. Ik denk als je over de hele wedstrijd bekijkt dat we gedomineerd hebben. Dat we misschien te weinig hebben afgedwongen. Maar dat de overwinning verdiend was, dat ben ik helemaal met je eens. Absoluut. En dit is de stand in de zondag derde klasse C. Pessen wint en blijft koploper. Alhoewel Raptim de nummer 2 minder verliespunten heeft. Reunen klimt naar plek 3.